Daar gaat Van der Niet gestrekt op een knal van André Paus. Paus verdedigt die bal uit en raakt van 5 meter vol Van der Niet op zijn rug. Die dus ernstig in ademnood komt. En je snapt dan niet dat er mensen op de tribune zijn die gaan juichen bij zoiets vervelends. PSV, clubarts van de hoge band. Hij is erbij om Van der Niet met raad en daad bij te staan. Van der Niet is toch behoorlijk geraakt. En wordt door de medische staf van PSV naar de kant gedragen. Tien minuten na het voorval met scheidsrechter Van der Niet, die voor onderzoek naar het ziekenhuis is, komt eerste grensrechter Toet nu als leidsman op het veld. En zijn positie aan de lijn wordt door een Enschedese scheidsrechter Nijhuis overgenomen. Zo wil de reglementen van de KNVB het. Koot weg uit de verdediging. Dus moet Lerby er even pittig in. Paulsen. Hens van Elsinga. Paulsen, heeft hij dan het moment? Hij heeft het net niet. En zo blijft de discussie bij PSV natuurlijk nog wel een tijdje doorgaan. Welke koppel het beste is. Kieft Romario of Kieft Paulsen. Maar hier heeft de Deen eigenlijk de opening op zijn slof. Vandenburg krijgt een set van Karnebeek. En die krijgt geel. Overtreding net buiten het strafschopgebied. Dus niet meer dan een vrije trap voor PSV. Maar Vandenburg was even los. Vandenburg en Kalusha bij die vrije trap zoals altijd. Meestal zijn ze van de rechterkant voor de linkstrappende Kalusha. En omgekeerd voor Vandenburg. Kalusha en de koning. Koot schuift door. Kieft, Kalusha en Kieft. Recht op het goal af. En nu schieten. Kieft. Nee. Het is de tweede keer dat Twente ontsnapt. Kalusha. Blijft de duels opzoeken. Dit keer met Nijenhuis. Die rugdekking krijgt van Gaasbeek. Kalusha trapt zelf de door hem versierde corner. Kieft. Het blok van Karnebeek. En Elsinga doet de rest. Paulsen. Obstructie van Huistra. Vandenburg. Daar komt Kieft. En daar is de koning. Dat is de derde keer dat Hans de Koning Twente er doorheen sleept. In de tweede helft dan. Uitstekend getimed. Willem Kieft. Perfecte kopstoot. En een perfecte redding ook. Peper weggestuurd door Schmid. Nielsen. Oeh, de beste kans van Twente in de wedstrijd. Klaus Nielsen. Even losgelaten door zijn naamgenoot. En landgenoot Ivan, bedankt Peper voor de goede voorzet. Maar hij ging er niet in. En daar gaat het spelletje uiteindelijk om.
Nijenhuis. Huistra, paal en zo ontsnapt PSV. Spektakel is bewaard voor de slotfase. En plotseling staat het Diekman, doorgaans bekend als het saaiste stadion van Nederland, in vuur en vlam. Mooie voorzet van Nijenhuis. En perfect getimed die sprong van Pieter Huistra. Paulsen. Kieft. Paulsen. Paulsen. En weer de koning. Wat speelt hij een perfecte wedstrijd, die doelman van Twente. Waar is de bal? Daar, bij Elsinga. Klaus Nielsen. Peper komt helpen, Huistra ook. En dan gaat PSV's Nielsen er hard in. Lerby. Zo, straks ontvalt ons ook nog de tweede scheidsrechter. Ik moet trouwens eerlijk zeggen dat hij het goed doet. In de 25 minuten dat hij nu de basis in het veld. Want de messen zijn nu echt geslepen. PSV en Twente maken er nog een wedstrijd van. Lerby, het zal een van de laatste acties zijn. In een wedstrijd die het laatste kwartier veel spektakel kende. Een wedstrijd die PSV op basis van het aantal kansen had moeten winnen. Maar Twente kreeg misschien wel de beste kans, de kopbal van Huistra. En Twente haalt tegen PSV onder leiding dus...